winkel is ontstaan als slagerij van Theo Barten. Theo was eerst leverancier van alleen vlees. Kon deze slagerij te koop. Heeft Theo slagerij gekocht. En is een jaar of 10. Een oude situatie. Nu sinds 6 weken. Nieuwe winkel. Nieuw concept. We hebben inmiddels 11 slagerijen. Een boerderij. Een slachterij. Een worstmakerij. Wij doen van alles zelf. En, we ambiëren ook om te kunnen zeggen dat bij ons de cirkel rond is. Van boer tot bord. En dat is het kunstje wat wij proberen te doen bij Theo Barten Slagerij. Om zoveel mogelijk klanten binnen te halen, adverteren we. Een nieuw spaarplan opgezet. Voorheen hadden we sparen met de keur. Inmiddels zijn we overgegaan naar een nieuw spaarplan, Piggy genaamd. En nu sparen ze dus helemaal gratis. En ja, dat gratis, dat vinden ze wel wat. Gratis sparen voor gratis spullen die je gratis meekrijgt. Ja, hoe mooi kan het zijn? Wij maken ook gebruik van de cadeaukaart. Die is op eigen naam gemaakt. Ons eigen logo staat daarop. Heel duidelijk, heel overzichtelijk. Gewoon helemaal top. Ik zou Piggy zeker aanbevelen bij andere ondernemers. Zeker als collectief hier bijvoorbeeld in de Versmart. Waar inmiddels ook de visboer Aart van Rijn mee gestart is. En dan wordt dan zowel hier als bij hem wordt er over gesproken van oh, ik kan dat pasje ook bij de slager gebruiken. Of oh, ik kan dat pasje bij de visboer gebruiken. En als je dan ook nog eens vertelt dat het inmiddels bij 4000 winkels in Nederland te gebruiken is. Ja, daar worden ze wel heel gelukkig van.